Hallo allemaal, dit is de vlog van Shorts, wat er gebeurde in week 2. En zojuist heeft Graeme Storm de BMW South African Open gewonnen. In een spannende ontknoping, de playoff, won hij van Rory McIlroy. En wat het mooie van dit verhaal is, dat Graeme Storm een paar maanden geleden de laatste speler was die zijn tourkaart wist te behouden op de European Tour. En slechts enkele maanden later, of een paar weken later zelfs, wint hij het BMW South African Open en is hij verzekerd van in ieder geval 2 jaar lijfbehoud op de European Tour. De 38-jarige Graeme Storm is met zijn gemiddelde van 250 meter drive-afstand op de European Tour absoluut niet één van de longhitters meer. Zijn sleutel tot succes zit hem dan ook in de wijdte van zijn zwaai. In zijn swing kunnen we vooral goed zien dat hij de wijdte van zijn armen gebruikt om zoveel mogelijk snelheid te genereren. Zijn handen blijven heel ver van zijn lichaam met zijn linkerarm volledig gestrekt. En op het moment dat hij nu naar die bal gaat slaan, zul je zien dat hij zijn armen ver van zijn lichaam vandaan houdt om zoveel mogelijk snelheid te blijven creëren. Volgende week verhuist de European Tour naar het eerste toernooi van de zogenaamde Desert Swing in Abu Dhabi. En daar zullen de spelers zeker geen last hebben van deels besneeuwde golfbanen zoals hier op de Maastrichtse of op dit moment elders in Nederland. Gelukkig zorgen de mooie tv-beelden altijd weer voor een warm gevoel. Ik zie jullie de volgende week. Hoi!